U doet zelfs nog niet meer alsof u luistert. U voert gewoon uit. 70% minimumbezetting. Weet u wel waar dat u over praat? Uw besparingen op justitie zijn een schande. Elke maand hebben we het hier, en ik zit nog niet zo lang in het parlement, over het wanbeleid als minister van Justitie. Nu, in december staakten ze cipiers omdat ze niet meer geloofden in de politiek. De politiek bleef doof. Dus en afgelopen dinsdag bewees je hun gelijk eigenlijk. Door je kat te sturen naar de zoveelste bemiddeling. Nu, u wil minimale dienstverlening, dit is duidelijk. Maar door niet op te dagen, doet u aan totaal geen enkele dienstverlening. Nu, in 2016 beloofde u meer personeel en betere gevangenissen. Maar deze belofte was gewoon een dode letter. Ik herinner mij uw woorden van de staking in december. Deze staking is niet tot mij gericht. En dat de problemen al ouder zijn dan de vorige regering. Maar het is wel onder u bewind dat er meer dan 1000 plaatsen verloren gingen de laatste jaren. En wanneer de mensen dan staken, bent u ineens bezorgd voor de gevangenen. Terwijl het onder uw beleid is dat deze mensen als beesten in een overvolle kooi zitten. U hebt al een minimale dienstverlening doorgeduwd. En nu weigert u zelfs de vakbonden te betrekken bij de uitvoering ervan. Een minimale dienstbezetting van 70%. 70%, meneer de minister. Dat is, als ik veel gevangenissen mag geloven, al meer dan een normale bezetting. Dus op zich, nee. Het is heel duidelijk. U zegt dat u het stakingsrecht wil verzoenen met andere rechten. Nee, u wilt het stakingsrecht gewoon afschaffen. Waarom hebben jullie geweigerd om de antwoorden op de voorstellen van de vakbond, zoals de bemiddelaar had gevraagd? En bent u van plan de verdere uitbreiding van de minimale dienstverlening zonder overleg door te duwen? La loi prévoyait que pour chaque prison séparément, nous devions négocier un accord social, si possible, comme toujours, et que si pas possible, le ministre pouvait arrêter par prison le plan de service minimum. Je suis un homme patient, tout le monde le sait, mais à chaque patience, il y a une limite. Je vous remercie. Meneer de minister, u zegt, iedereen kent u als geduldig man en hij staat hier als meneer Pastoor geduldig te luisteren naar ons, maar niets was minder waar. U doet zelfs nog niet meer alsof u luistert. U voert gewoon uit. 70% minimumbezetting. Weet u wel waar dat u over praat? Uw besparingen op justitie zijn een schande. En laat duidelijk zijn, die werkdruk loopt de spuigaten uit. En wanneer de vakbonden uw beleid aanklagen, dan een dialoog willen gaan, dan gaat u zelfs er niet meer op in. U verdient 10.000 euro per maand, meneer de minister. Maar ik vraag me af, wat doet u eigenlijk als minister? Behoud ons land alsjeblieft als u zich ooit kandidaat gaat stellen als eerste minister.